Hallo, mijn naam is Murat Hafiara en ik woon al 25 jaar in Nederland. 25 jaar. Vroeger vond ik heel leuk om te gaan karpenvissen. En als ik dan ging voeren, ging ik altijd praatje maken met mensen. Heb je wat gevangen? Wat voor je? Hoe gaat het met je vriendin? Welke plek ben je aan vissen? Maar tegenwoordig is alles anders. Als ik nu ga voeren, zie ik mensen al kijken van... Hé, je zit op mijn plek. Terwijl ik zit helemaal niet op hun plek. En nu zeggen ze ook steeds vaker... Hé, je bent vluchteling. Terwijl ik ben helemaal niet vluchteling. Nee, ik woon al 25 jaar in Nederland. En nu had ik de hele week gevoerd... Want ik wou weer gaan karpenvissen. En toen had ik alle spullen gepakt. Ik was klaar. Ik had hengels ingegooid en dingen. En toen kwam een man aan. En hij zegt... Je zit op mijn plek. Je bent een klootzak. Terwijl ik ben niet klootzak. Hij zegt, ik heb gevoerd. De hele week al heb ik gevoerd. En ik had helemaal niemand gezien. Want ik weet ook, want ik heb ook gevoerd. De hele week. En toen zegt hij, als je niet gauw weggaat, ga ik jou in mijn kast slaan. Nou, toen ben ik maar hier gaan zitten, want ik wil niet dat hij mij in elkaar gaat slaan. En toen ging ik maar hier zitten. Dit is ook een leuk plekje.